De Stichting Scholingsinstituut voor de vakbeweging in Suriname, CIVIS, heeft in verband met haar nieuwe opleidingsjaar een lezing gehouden. Het thema van de lezing was Werknemers kunnen meer. De lezing werd verzorgd door Robbie Rijssel van het Kennis- en Expertisecentrum Suriname, KES. Voor aanvang van de lezing gaf CIVIS-directeur Victor Jones een uiteenzetting over de resultaten van het instituut. Hij benadrukte dat de vakbondsschool na 50 jaar nog steeds belangstelling geniet. Ingeschrevenen, als u links van mij, rechts van u kijkt, ziet u twee dubbele deuren, welke toegang tot de lesruimte verschaffen. Hoe groot de tegenstellingen ook mogen zijn, hier gaan wij door dezelfde deur. Hier binden en verbinden wij. We kunnen zaken onderscheiden, maar hier scheiden we niet. We hebben immers één gemeenschappelijke naam. En dat na Rokoman. Walamalasas donja na Rokoman. Ja. Non prati ne prati. Jana brasa we brasa makandra. Robbie Rijssel gaf meer inzicht over de rol en de houding van werknemers en hun vertegenwoordigers in een instabiele economische samenleving. Daarbij legde hij de nadruk op prestaties en een positieve instelling. We moeten gaan proberen onze zienswijze. Die we zeggen, see, do, get. Dat zie, naar van je ding. De manier zoals jij kijkt naar die wereld. De manier zoals jij kijkt naar de problemen, de vraagstukken, alles wat wij doen in dit land. Ook thuis. Zoals je naar die werkelijkheid kijkt, zo handel je. Dus met dat. Daar zijn ik Quincy dat je als aan verandert en dat jouw denken is, dan komt er verandering, ja. Zien, jouw zie bepaalt wat jij gaat doen. Als je nu bij het begin van deze collegejaar vaststelt dat ik wil de eindstreep halen, maar I have to be the best. Als dat die denken is van jou, dan zal je conform handelen. En het resultaat zal niet uitblijven. Aldus Robbie Rijssel van het Kennis- en Expertisecentrum Suriname, vandaag bij de lezing in verband met de opening van het nieuwe opleidingsjaar van CIVIS. Er hebben zich ruim 40 nieuwe cursisten aangemeld.